en documentaires. Inside van Maas. En Tayu Angisa. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De Backlot houdt zich al jaren bezig met het opleiden en trainen van personen om films te maken. In 2015 startte TBL met het project 8 voor 40 en nu zijn er 6 nieuwe documentaire films van 6 filmmakers die dit weekend in première gaan. Mijn film I Am a Village gaat om een vrouwelijke inheemse kapitein die eigenlijk tentoonstelt wat de uitdagingen zijn in de functie van kapitein als vrouw en de uitdagingen van het leiden van een inheems volk. Kapitein? Jeannie Rose gaf zich in 2015 met 28 andere personen op bij de Backlot toen het project werd opgestart. Zij wilde met de film I Am a Village, wat ik ben een dorp betekent, graag een verhaal vertellen middels een documentaire. Maar ze had toen nog een lange weg te gaan. Echt een pluimpje voor de Backlot. Ze hebben een hele nieuwe wereld voor me opengemaakt en ik ben zo ontzettend dankbaar. Maar is dat Drankriek geen dorp is. Aan mijn rechterhand behoort tot het dorp en aan mijn linkerhand behoort tot de andere eigenaar. De naam is trouwens maar de naam, de titel, 48 slaat op 2015, 40 jaar onafhankelijkheid. En voor elke biggenjaar gaan we een documentaire maken. En verder heeft het geen betekenis, want degene die mee konden gaan met dat project, dat was een open inschrijving, die waren vrij in wat ze ook wilden doen, wilden maken en onderwerp en hoe ze het wilden maken. Wat wij gedaan hebben is eigenlijk samen met de Nederlands Filmacademie proberen in de ontwikkeling van hun plannen structuur te brengen. Eddie Wijngaarde, regisseur, producent en initiatiefnemer van dit project, is best trots op wat er is bereikt. Het is een mooie eerste stap die hoopt hij een vervolg krijgt. Dat is de vraag, wat is het nut daarvan? Het nut is dat er nu mensen gaan opstaan, denken van, oh, dat is toch wel interessant, laten we verder gaan. Want ik heb die ene documentaire gezien, maar daar valt nog veel meer over te vertellen. En dat is eigenlijk wat de documentaire altijd met zich meebrengt, dat roept een reactie op. Het verhaal gaat over het spanningsveld dat er bestaat tussen jongeren en ouderen. De jongeren zijn nu minder geïnteresseerd in wat de ouderen deden. Eigenlijk in traditie of wat de ouderen eigenlijk hebben opgebouwd al die jaren. Ook Kenrich Cairo heeft voor het eerst mogen werken aan zijn eigen documentaire. Hij wilde dat al heel lang. Maar met dit project leerde hij pas wat je allemaal moet doen voor je echt een film kan maken. Persoonlijk heb ik de smaak te pakken. Ik wil sowieso me verder laten scholen in deze materie, zodat ik meerdere films kan maken. Maar wie zie ik aan mijn maganda daar foto to ben jojo. Hoe teken dat dan pas feestje? Rukwa konde, rukwa pai te zema di koyat. Ik denk dat de Suriname de verhalen van het opraap ligt. Suriname heeft zoveel verschillende culturen in zich, met zoveel te vertellen. Want een manco van Suriname is dat we met elkaar leven, naast elkaar leven, geen ruzie altijd met elkaar maken, maar we kennen elkaar niet in de diepte. En daar ligt dus heel wat verscholen om die identiteit waar men zo vaak over heeft, die verschillende identiteiten eigenlijk, om daar respectvol mee te gaan omgaan door te vertellen wat er allemaal leeft in die verschillende culturen. Wil jij de documentaire zien? Ze worden op 1, 2 en 3 december vertoond in TBL Cinemas. UNICEF-conferentie afgesloten en Insight gaat binnenste van Maas onderzoeken. Deze berichten vandaag in het kort nieuwsblok. Franza Babel en Chanelle Amelo zijn namens Suriname in de Chileense hoofdstad Santiago. Vandaag zijn alle dingen die zijn afgesproken geplaatst in wat wordt genoemd een slotverklaring. Ik heb een circus illustration gevallen daartoe.
De rest van de groep is naar de eerste panel gegaan. Ik ga straks weer naar binnen, zodat we onze declaration kunnen opnieuw kunnen lezen. En ja, ervoor zorgen dat het blijft zitten in uw hoofd. Persons with disabilities. Mandatory subjects that are irrelevant to our intended field of study. Het gaat op deze conferentie over de uitdagingen, problemen en gevaren waar jonge mensen uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied mee te kampen hebben. Het is de bedoeling dat de jongeren die meedoen aan de conferentie in hun eigen land gaan werken om systemen op te zetten die jongeren moeten beschermen tegen gevaren. Het verslag komt van Charlene Bosk van de Backlot. Wetenschappers die zich bezighouden met het bestuderen van andere planeten gaan de komende tijd misschien weer nieuwe dingen ontdekken. Maandag landde op de planeet Mars de ruimtesonde InSight. De landing liep van begin tot eind soepel en daarmee werd een reis die 7 maanden duurde succesvol afgesloten. InSight landde op een plek die redelijk plat is met weinig stenen die rondslingeren. Deze is niet de eerste onderzoekszonde die gestuurd is naar Mars om die planeet te onderzoeken. Curiosity en Opportunity hebben eerder al een heleboel soorten onderzoekingen gedaan, maar InSight gaat anders onderzoeken. Curiosity en Opportunity reden rond, maakten foto's en onderzochten de grond. InSight blijft op 1 plaats staan en gaat middels metingen proberen na te gaan hoe Mars er van binnen uitziet. Ook gaat InSight met een speciaal apparaat trillingen of zeg maar Marsbevingen meten. Maar waarom zijn wetenschappers zo geïnteresseerd in Mars? Wetenschappers geloven dat deze planeet miljoenen jaren geleden er heeft uitgezien als de aarde nu. Er was water, zuurstof en leven op Mars. Daar gaan ze van uit. Wetenschappers proberen daarom te verklaren hoe Mars is geworden zoals het nu is. Met de Angisa op maak je zeker een aparte verschijning. Maar zelf eentje creëren, dat zal je van iemand moeten leren. Leerlingen van de Sint-Cecilia School hebben vandaag onder begeleiding van Nax zelf Angisa's leren maken. Ik zie sommige mensen rondlopen met koto zonder Angisa. Een koto heeft altijd zijn Angisa. Mevrouw Judith, misschien kunt u even naar voren komen als voorbeeld. Het begint allemaal met de lapstof. Die moet een bepaalde lengte hebben. Voordat de Angisa wordt gebonden, zoals dat heet, moet de stof eerst verstevigd worden met stijfsel of zeg maar goma. Goma is een lijm gemaakt van zetmeel van cassave. De leerlingen deden dat gisteren omdat het stijfselen best veel tijd kost. Met de stof die stevig was gemaakt, kon het creëren beginnen. 2 punten, 4. Ik vond het heel leuk om een Anissa te maken, omdat het leerrijk is. Je leert veel. Vooral hoe ik het nooit heb gedaan. Ik vind het leuk om een Anissa te maken als enigste jongen. Ik vond het leuk omdat ik eruit heb geleerd. En ik vind het ook een goed idee dat ze op scholen gaan en kinderen leren hoe ze moeten. Vooral degene die ook al lang wilden beginnen aan een Anissa. Dus het is echt een mogelijkheid voor hun om zoiets te doen. Anissa was eerst iets dagelijks. Elke dag hadden de biggiesma's hun Anissa's op. Ook jongeren, hè. Zodra ze begonnen te werken, 16, 17, 18 jaar, gingen ze aan het werk met hun Anissa op. Nu is Anissa, eigenlijk gaat het langzamer uit, alleen bij hoogtijdagen wordt de Anissa opgezet. En als je dat zo laat, gaat het verloren. Het is een stuk cultuur erfgoed gaat dan verloren. Vandaar dat we ook hebben besloten om de jongeren dit mooie werk te leren. De Angisa wordt tegenwoordig bijna alleen bij speciale gelegenheden gedragen. Denk maar aan kittikotti of een verjaring. Tijdens de slavernij moesten de slaafgemaakte vrouwen verplicht zich op een bepaalde manier kleden. En de Angisa hoorde er ook bij. Nou, de Angisa was doek die onze voorouders op hadden. Ze hebben het is eerst begonnen als werkdoek. Na de afschaffing van de slavernij hebben ze er een heleboel mooie creaties bij gedaan. Eerste doek is eigenlijk die Veda, die strik Ede,
welke de kinderen vandaag hebben leren binden. En uit de strik in zijn er verschillende modellen. En nog steeds hoor, ontstaan er nieuwe modellen. Een Anissa creëren vergt veel tijd en geduld en je moet goed opletten als het jou wordt uitgelegd. Voor de meeste kinderen hier op school was het hun eerste keer een Anissa binden. Zo zijn ze. En van voren naar achteren. Dat is het hier. Ja. Ja? Ja. En dan ga je kijken, zitten ze weg, zitten ze krom. Om die plooien te maken was echt van wauw. Ik kon echt niet aan die plooien komen, dus die mevrouw heeft me dan geholpen. Stek waar je moest vouwen. Het is heel moeilijk, want het moet echt precies zijn. Die plooien, die kon ik helemaal niet maken. Die mevrouw me geholpen en nu begrijp ik het helemaal. En u merkt het, ze zijn heel enthousiast. In het begin zijn ze een beetje, wat, niet allemaal hadden Anissa gebracht, maar toen we eenmaal bezig waren, waren ze allemaal enthousiast en hebben ze allemaal meegedaan. De meeste leerlingen weten het nu al. Het zal niet de laatste keer zijn dat ze met de Anissa bezig zullen zijn. Een aantal heeft plannen ermee. Ik ga het vaker doen. Vooral feestendagen ga ik het vaker doen. Vooral voor mijn moeder als ze ergens moest, dan ga ik van haar binden. Omdat je geld met zoiets kan verdienen, bijvoorbeeld. Hoe we nu een crisis hebben, bijvoorbeeld. Mensen hebben geen werk. Dan kan je bijvoorbeeld zulke dingen maken als Anissa. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken. Sri Vishuti, Tetamara. Doei!